Ziet er wel een beetje ongemakkelijk uit, maar goed. Nee, mooi. Ga je gang. Hallo YouTube. Je kent het wel. De oliebol. Met krenten, rozijnen. Saai, saai. Je kent de pizza Hawaii. Nu komt de opvolger. De oliebol Hawaii. Een oliebol met kaas, spek en ananas. Nice, hè? En een oliebol speciaal. Daar stoppen we frikandel in en uitjes. Nou, let's get rolling. Nou, we hebben de ui al gesneden en een stuk van de frikandel voor de frikandel oliebol. Ik dacht, we doen een beetje bakken. Let's get the fun. De frikandel is ook al mooi aan het bakken. Oh, wat mooi. We hebben ook wat ananas nodig. Ik heb hier een schep. Echt heel kut. Ik heb deze wel iets verder gesneden. Zometeen snijd ik ook de ham. Moest ik gewoon zoveel, want ik ben al begonnen. Ja, doe maar. Oké. Okay. Je kan nou eens klaar, denk ik. Proeven. Het gaat toch nog in de frituur, hè? Ja, maar nu is het lekker. Ik ga een paar pakjes ham snijden. Sterkjerke. Frikandelhanden. Oh, ja, ja, zou ik ook zeggen. Zo. Ik denk een hamkaascroissantje dit ham. Pot verder door. Hoe zou dat komen? Door die kaas denk ik. Dat edit ik wel uit. Ja, doe dat. Beetje cheese erin. Hoeveel kaas gaat in een Hawaii oliebol? Dat wordt wat, denk ik. Dit gaat echt een drama worden. Nou, wij gaan ondertussen dit er even in doen. We zien jullie zo weer. Nou chef, wat ga je doen? Nou, we gooien nu de frikandel lekker bij het beslag. Deeg, hoe heet het? Beslag. En ik denk dat ik ongeveer eerst even iets van de helft ga doen. Of alles, ik weet. Ja, een klein beetje. Een klein beetje laten zitten. Zoiets. Ja, dan heb ik zo meteen nog een beetje eten. Ja, precies. Och. Oh, nog een beetje ui erbij in. Ja, van alles. Hoppa. Hop. Oh, nou. Goed genoeg. Mixen. Nee, goed. Dit ziet er echt heel kut uit. Ja, net pepernoten. Alleen smaakt het dan denk ik niet naar. Alles bijna heet. Nou, dan gaan we zo meteen laten zien als ze borrelen. Dus ze erin gooien. Dat gaat wel heel veel lawaai maken. Beware your hoofden, oren. Headphone users. Prepare. Als je mijn hoofd er maar niet op zet. Dit is de frikandel speciaal ding. Poedersuiker? Nee, wij gaan eten hier mayonaise en curry bij. Oh. We gaan ze vier minuten doen, dus ja. Nou, dat ziet er best wel veelbelovend uit. Hoppa, zo erin. Klokje gaat aan. Oh. Ja! Oh, ze wou niet op. Dat ziet er goed uit. Dat kan, ik kan niet editen. Ik kan heel goed fate transitions maken. Dit gaat goed. Dit nu pas cultuur. Cultuur snuiven. Deze is helemaal gaar. Dat lukt wel met je grote neus. Ouwe. Crispy. 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 Ja. Bijna een hoop olie moet zitten. Nu gaat de Hawaii erin. Simon, deze Engels verschrikkelijk. Yes, yes, maar Engels is vrij goed. Dit is Engels. Dit is een oliebol. Het is een typical oude Dutch thing. Dat we make with nieuwjaar. Meestal. Or when we are on the kermis. This is full, so this is the next portion. It will go in. Ze zijn elkaar gegaan. Nee, niet. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Prachtig. Dus we doen deze even het mooie bordje dat ik heb geprepareerd. Ja, waar staat mijn bordje dat ik heb geprepareerd? Oh. Hij mag niet toch wel uit, ja? Hij staat aan. Trouwens. Nou, dames, heren, koeken en oliebollen. Zijn gelukt. Frikandel, Hawaii. Ik en iemand die we niet gaan doen, maar gaan ze nu proeven. We hebben hier, dit is trouwens die met een beetje kaas aan de buitenkant, is de Hawaii. En deze is de speciaal. En bij speciaal zit eigenlijk een cadeau. Met natuurlijk ook een beetje mayonaise en curry bij.
Net als bij je patatje speciaal. Patatje speciaal. Oké, welke gaan we beginnen? Met de frikandel, lijkt mij. Die van allebei de saus erop. Dat is wel heel zuinig. Hoppa. Nou, we hebben het nog niet geproefd, dus... Ik vind hem oprecht echt lekker. Nee, hij is ook wel lekker. Deze heb ik altijd lastig, want ja, de andere normale oliebol is helemaal zacht. Het is echt lekker. Ik durf het echt niet te zeggen. Ja, maar het smaakt gewoon goed. Ik denk aan een soort van... Ik had eentje dat is een heel gekke sausijzenbrood die ik zelf moest afbakken. Dat het een beetje naar het vlees met wat frikandel ook is. En wat sommige brood een beetje. En een kruid van een saus. Nee, ik vind het lekker. Esso naar Nick. Ik had Nick een snap gestuurd en hij zei, breng me een paar. En ik denk, nee, ik heb niet zoveel Nick. Het spijt me. Als die vries zijn mag je ze hebben hoor. Dat weet ik niet. Maar voor mij wel. Ik heb het van smaken. Lekker. Kaasbol smaakt het nou. Maar dan zacht. Ja, de binnenkant van een hamkaascroissantje smaakt een beetje. Wat logisch is. De ananas proef je niet heel erg. Je bent aanwezig, maar het meer textuur. Het is ook koud, dus anders proef je, maar... Had meer gekund, denk ik, maar... Nou, ik proef de ananas niet echt, maar meer de ham en de kaas. Dat vind ik wel fijn, want ik hou niet zo van ananas. Dat is een beetje met de uitgang, maar... Maar zo is het wel lekker. Ja. Nou, wat betekent dit? Missie geslaagd. Missie geslaagd. En wie had toch even vertrouwen in mij? Ik. Zij. En iedereen dat ik niet was, die had geen vertrouwen in. Hoe smaakt het? Lekker. Lekker. Alleen Nick. Nick K. Die had vertrouwen. Die zei het via Snap. Hij had niks gestuurd. En hij zei, oh, dat is goeie Simon. Dat is goeie. Finest. Maar, ja, sorry. Ook maar we gaan op een 690 abonnees halen dit jaar. We moeten nog 1, 2... 3. Kan wel, gun me even. Joejoe.